Ouwe. Ja, misschien moet je even dooreten. Hè? Vreet even die pap door, weet je wel. Anders krijg je een klap van je smoel, weet je wel. Timmer ik even dat kunstgebied door de midden. Ongelooflijk, ouwe gek. Even normaal doen, ja. Ja, we gaan een blaffetje doen. Ik wil een blaffetje. Een bakkie beuk. Lekker man, een blaffetje. Ik lach me heel de carnaval, de ballen in de keuken. Ik vind het toch wel echt een ontzettend slecht carnavalsnummer. En ik mag Baan het graag. Vind een lieve jongen. Ja. Maar dit is... Wat is een blaffertje? Ja, een blaffertje. Ja, een blaffertje kan heel veel zijn, toch? Ja, maar je weet ook niet wat een blaffertje is. Nee. Nee, ik vond het een kutnummer. Nee, dat is een beetje de vraag. Wat is een blaffertje? Ja, ik weet het ook niet. Maar het is carnaval, ja, dames en heren. Het is carnaval deze week en daarom zijn wij verkleed. Ja. Joepie! Ja, dat was bijna fantasie. Ja. Ik vroeg aan Dennis, hoe wil je? Nee, ja, dat mocht niet. En hoe jij wilde? Ja, dat mocht niet. Ja, je wilde als Anne en Eefje. Wie? Nee, dat kan niet. De grap kan er al uitgeknipt worden. Wat is Anne en Eefje dan? Anne en Eefje? Laat maar. In ieder geval, hij wilde als aartsbisschop. Nee. Maar dat pak hadden ze niet. Nee, ik wil eigenlijk anders, maar dat mocht niet van jou. Nee. Ja. Maar, en dus toen heb ik dit voor hem gevonden. En ja, en ik wilde graag eens hoer. Ja, wat is Anne en Eefje? Ja, wat is Anne en Eefje? Maar Johan, op, je weet toch wel wie Anne en Eefje zijn? Nee, echt niet. Maar dat kunnen we niet eens uitzenden. Maar wie zijn Anne en Eefje? Ja, die lagen in die kelder van Dutroux. Nee. Ja. En zo wou ik ook niet. Maar goed, want anders dit... Shit, hoe wou je dan? Ja, ik wou ook een soort van dit gewaad, maar dan alleen nog met een kiertje. Met een kier. Je wou als Glory Hole? Nee, dat ik alleen hier nog zicht had. Maar dat leek jou. Nee. Je bedoelt een brievenbus uit het Midden-Oosten? Ja, ik wou een Nikaap. Nee. Ik wou een Nikaap. Nee. Nee, dit onderwerp per direct schrappen. Ja. Ja, want dat is uit de hand gelopen. Ja, want we draaiden net het nummer Blaffertje, maar we kregen ook wat blaffertjes in onze berichtenbox, Jan. Nou, niet één, niet twee. Ik heb al een paar honderd blaffertjes gekregen. Ja. En dat voelt overdreven. Ja. Nee, wat was het nou? Vorige week hadden we terwijl die mensen toch vaak hekels hebben aan blaffertjes, toch? Ik bedoel, ik heb nog nooit een moslim gezien met een hond. Ook dat is een blaffertje. Oh, nee, ja. Een hond is ook haram, ja. Maar voordat je de volgende stap neemt om die mensen te beledigen. Oh, ja. Ik heb 500 doodsbedreigingen gekregen. Wat gebeurde er nou? We hadden het over de Nikaapdag van Phoenix. Ja, dat was de nationale hoofddoekdag. Nikaapdag. En toen maakte ik een paar ordinaire grapjes over het doekje. Ja. En, terwijl ik gewoon vriendelijk zei dat ik daar best de liefde mee zou willen bedrijven. Ja, heel vriendelijk en romantisch. Liefdevol. Maar, en dat op Valentijnsdag, hè? Vergeet dat niet, dames. Maar dat mocht dus niet, want we moesten dood. Ik ben zoveel met de dood bedreigd. En op verschillende manieren. Ook unieke manieren. Ja. Er was iemand die zei dat hij me dan in de kofferbak ging stoppen. Ja. En dan ging hij mij heel veel pijn doen, laten lijden. En dan reed hij die auto dan in het kanaal. En dan zat ik dan achterin. Ja, achterin of in de kofferbak? In de Ja, wat is er nou? Ja, die kofferbak zit toch achterin in de auto? Ja, maar je kunt ook op de achterstoel zitten. Nee, maar dan was ik eruit gesprongen. Nee, ik zat in die kofferbak. En, maar dan denk ik, dat is toch zonde van die man's auto uiteindelijk. Ja. En doodgestoken, neergestoken, gewurgd, vergiftigd, verbrand, opgehangen, van een flatgebouw geflikkerd. Ik moest toch al dood, vanwege een grapje. En ik vind dat jammer, want laten we eerlijk zijn, moslims staan toch bekend als mensen met humor. Ja. Die een beetje de luchtigheid van het leven zien. Ja. Die gewoon de nuance begrijpen en die zeggen, la vida loca. Ja, en dat allemaal alleen omdat jij hebt gezegd dat je een hoofddoek kunt gebruiken. Nee. Dat gaan we niet nog een keer doen. Dat gaan we niet herhalen. Nee, maar ik zal je vertellen wat het ook zo vreemd is.
Want niet alleen ik werd bedreigd en niet alleen Dennis werd bedreigd en niet alleen Floris werd bedreigd. Maar ook mijn kinderen zijn bedreigd. Ja. Dat is wel grappig, van 13. Want die hebben er ook echt heel veel mee te maken. Ja. Nee, dus dat begrijp ik wel. Maar wat gebeurde er nou? We hadden die uitzending. Niet dat we nu een hele sloot met Mohamed Daan hier altijd naartoe kijken. Maar iemand had dat opgeroepen. Wie was dat? Ja, wie had dat opgeroepen? Marouane Mefta. En Marouane. Ik zie geen reet door die wimpers en dat haar, maar ga door. Marouane Mefta. Mefta. Ja, die zette op Instagram twee misselijkmakende mensen. Hoe durf je zo zonder schaamte te praten over onze zusters die een hoofddoek dragen? Ja. Nou, kijk. Dat je het niet grappig vindt, Marouane Mefta, dat kan. Ik vind bijna niemand grappig. Ook mensen die ervoor worden betaald in Nederland. Kijk, je hebt bijvoorbeeld Soendoes. Soendoes, ken je die? Is niet grappig. Nee. Maar om nou gelijk te zeggen dat ze dood moeten, vind ik wat overdreven. Ja. Maar de reden dat die jongen dit dus doet, hij heeft het via binnengekregen, en dan onze namen erbij zetten, is omdat hij dan de hoopt... Ja, dat je met de dood bedreigd wordt. Dat je met de dood bedreigd wordt. En zo waren er nog een paar van die leuke mensen. Maar hij heeft het over zijn zusters. Ja, ik wist... Ja, het zijn allemaal broeders en zusters van elkaar. Ja, ja, ja. Het is een beetje zoals in de LGHBTKI+ gemeenschap. Zijn ze ook allemaal broeders en zusters en schatten? Ik denk dat de islam het heel positief ziet om vergelijken te worden met de LHGBT. Denk je dat? Ja. Ja, dan zit je nu ook zelf middenin. Ja, dus, dat neem ik terug dan. Ja, ja. Ja, luister, ik wil niet dood voor een grappie. Nee. Zo zielig is het. Maar wat ik wel opvallend vind, is dat we toch al 2 jaar dit doen. We hebben al 2 jaar echt over alles en iedereen een grapje gemaakt. Maar ik heb... Zeg maar, alleen uit dat hoekje doodsbedreigingen gekregen altijd. Ja. Is altijd dat zo? Ja, het is altijd wel. En Marouane stuurde toen een bericht. Stuurde naar Marouane nadat hij dit had gedeeld. Had ons getagd. Dus dan denk ik, dan wil je reactie. Maar hij is beroemd van wat? Van Mokromafia. Hartstikke leuk. Goed gecast. Ja. Hi Marouane, je bent dan uitgenodigd voor de uitzending. En dan stuurt hij terug. Sirtaba. Nou ja, en dan dat is voor mij onduidelijk. Dus ik zeg, wat is dat? En dan stuurde hij... Zoek maar op, Gappie. Gappie is vriend. Ja. Dat is dan leuk. En toen zag ik op en dat betekent dus flikker op. Ja. Dus dan denk ik, dat is wel weer typisch. Dit dan zo'n moslimjongere. Die is dan beledigd omdat wij dan zogenaamd moslims discrimineren. Maar over homo's mag je dan alles zeggen. Ja. Dat is dan wel bijzonder. Maar ja, goed, daar kon hij zich niet in vinden. En daarna een kleine inzage van de berichtgeving die wij hebben gekregen. Ja, deze heb ik ontvangen. Van iemand die Borussia Dortmund heette. Ja, en zijn andere naam is Antonio-010. Ja, maar ik denk toch dat dat een nepnaam is. Ja, dat denk ik het. Denk het ook, ja. En dat gaat dus als volgt. Dus ik maak dus een grapje over een doekie. En jouw kankermoeder. Nou, nu is jouw met... Het is een bezittelijk voornaamwoord met een W. Maar daar gaan we niet over vallen. We gaan niet mensen van de 50e generatie die in Nederland wonen... aanvallen op hun taalvaardigheid, want dat is oneerlijk, discriminatie en ongepast. Dus dat gaan we niet doen. Maar jouw kankermoeder, wat eigenlijk wel ironisch is, want mijn moeder is net kankervrij. Officieel. Ja, dat is net allemaal verwijderd. Ja, misschien dus dat is... Er zat Antonio daar net naast. Je zat er net naast. Je had een maand voor moeten zijn, dan had je een punt. Vieze kanker dikzak. Nou, dan is die nog wel van de tijd. Ja, dat is... Ja, dat speelt nog steeds. Dat ben ik dan, denk ik. Ja. Kanker obesitas. Scherp. Ja, obesitas. Ik noem dat altijd een uitdagend BMI. Ik vind dat gewoon... Maar je merkt wel dat Antonio Borussia Dortmund jarenlang medicijn heeft gestudeerd. En niet alleen op de afdeling oncologie. Maar hij zit ook erg in de dikke mensen. Want dikzak obesitas, goed geschreven ook trouwens. Zou je niet eens wat aan je gewicht doen? Nou, dat vind ik een tip. Ja, opbouwende kritiek. Opbouwende kritiek. Ik denk dat het ook een diëtist is, uiteindelijk, deze Borussia Dortmund. Maar dan gaat het weer de vieze kankerdikzak. Nou, ik ben niet vies. Ik ben vandaag een beetje dat, hè. Jouw kankerhoerenmoeder. Ja, dan denk ik, ja, goedemorgen. Mensen is net genezen. Ja. Maar nu alweer rijp voor de prostitutie. Ja. Ook dat, want ze heeft geen werk nu.
Nee, maar laat die vrouw dan even van die operatie bijkomen voordat ze weer... Ja, nee, maar ik vind ook in Nederland moeten we doorpakken en aanpakken. En dan staan die moslimjongeren ook onbekend. Dat ze altijd goede banen hebben, ja, dus aan het werk. Ja, en die zijn altijd... meestal als het donker wordt zijn ze heel actief. Ja. Hoop dat jouw kankermoeder zaad van haar gezicht moet vegen van een neger. En dan... wat kanker hebben we nu al behandeld. Ja. Maar zaad van een neger van haar gezicht... Kankerracist. Ja. Kankervieze hond. Het woord kanker is populair. Dat geef ik jullie toe. Maar het is toch wel heel raar dat deze man eerst zegt dat mijn moeder het zaad van een neger... van de gezellige vroeger... En dan moeten we heel eerlijk zeggen... Dat is geen neger meer. Nee, dat mag je niet meer zeggen. Nee, dat is people of color. Maar één ding is scherp. Toen Jans ouders in huwelijkscrisis zaten... Heeft zij kort een affaire gehad met een donkere man? Ja, daar zouden we niks over zeggen. Ja. En daar ga ik ook niks negatiefs over zeggen. Nee. Het leuke van die man was... Ja. In het donker zag je alleen zijn tanden. Ja. Nou ja, goed. En zijn moeder had toen ook midlife, dus die had toen wel een doekje om dat van die man weg te vegen. Ja. Het was wel een periode dat mijn moeder voornamelijk kip aan het bakken was. Ja. En maiskolf at. Ja. Maar goed, doet niet toe. Maar het is gek dat hij dus begint over negers en daarna mij een kankerracist noemt. Ja. Fietsje kanker rond. En daar wil ik nog wat over zeggen. Ik ben door heel veel mensen racist genoemd. Ja. Ook mensen die mijn kinderen berichten sturen. Maar ik heb niks racistisch gezegd, toch? Heb ik iets gezegd over iemands ras? Nee, ja, maar dat tegenwoordig hoe dat allemaal op één staat. Alles is racistisch. Je zou. Maar ja, weet je, het is een vorm van humor die mensen dan niet begrijpen. Stel, we hadden grapjes gemaakt over Joden. Dan denk ik dat het heel grappig was geweest voor die mensen. Ik ken wel 6 miljoen redenen om geen grapjes te maken over Joden. Ja, dit gaat jou boven de pet nu al, hè, historisch gezien. Je snapt het niet. Nee. Maar daar begin ik niet aan. Voor mij kunnen al die Joden aan het gas. Ja. Hey, snap je wat ik bedoel? Waar ik heen ga? Ja, leuk. Weet je hoe Hitler gestorven is trouwens? Nou. Gestikt in een jodenkoek. Niet? Enfin, ik zou je vertellen. Ik krijg nu van geen enkele jood een appie dat ik dood moet. Nee. Dat hij hier nu in een christelijk monnikpak zit. Dat is natuurlijk godslastering überhaupt. Ik zat hier als een imam. Nou, dan ging je eraan. Ja, dat denk ik ook, ja. Of Jezus Christus te paard. Of Gods kanonen. Flikker op, donder van je kruis. Ik word nu niet één keer bedreigd, wat dan ook. Nee. Maar als je iets zegt over een doekje... dan beginnen ze over mijn kankermoeder met negerzaad op haar gezicht. Wat toch knap is van die jongen dat hij het verleden van jouw moeder kent. Ook waar. En ik zal mijn moeder straks, als ik haar bezoek op haar ziekbed... vragen of dat het geval is... Hoe vraag je zoiets aan je moeder? Mam, hoe is het? Voel je je beter? Zijn de hechtingen al een beetje genezen? Edoch wil ik je nog een vraag stellen namens Borussia Dortmund. Heb je wel eens donker mannenpap op je mond gehad? Ja. Ik ben bang voor het antwoord. Ja, dat, je bent bang dat je teleurgesteld wordt. Nou, ik weet wel zeker daar. Ja. Nou ja. In ieder geval, het was een leuk weekje. Ja, het was een heel bijzonder weekje. Maar uiteindelijk heb ik nagedacht. We hebben veel getelefoneerd. En daarin... toen zei je op een gegeven moment tegen mij aan de telefoon... We moeten wel oppassen dat iemand in Pakistan geen iftar over ons uitspreekt. Of? Nee, geen iftar. Ja. Als er een iftar over je uit wordt gestrooid, dan zit je helemaal onder het eten. Godverdomme, weer wachtelijk. Dat is het suikerfeest. Nee, hoe was het? Suikerfeest? Ja, dat doen ze toch in iftar? Ja, eten 's avonds. Ja, precies. Maar een fatwa. Een fatwa, zei je dat. Nee, want die koekenbakkers die sturen dan op naar Pakistan. Die man zit te kijken. Ja. Naar Pakistan. Zij zijn heel bekend om hun humor overigens. En die denkt, die gaat niet goed. Die spreekt de fatwa uit. En dan zitten we samen met Geert Wilders en Salman Rushdie. Ken je ook niet zeker? Nee. In een of andere kelder af te wachten tot we doodgaan. Ja. Heb ik geen zin in. Terwijl jij net nog even gezegd dat ik verkleed wou zijn als 2 dames uit een kelder. Ja, ja. Maar daar kunnen we geen grapjes meer over maken. Nee, dat klopt. Maar we gaan het dus, we doen dus voorzichtig aan. Ja, Dennis wil namens alle racisten iets tegen jullie zeggen. Ja, dan wil ik. Ik ben gisteren tot inzage gekomen. Ik heb daar lang over nagedacht. Ik denk, ik kan wel met een heel boos verhaal komen. Doen we niet meer. Maar daar heb je in deze tijd niks aan. We kunnen Verbinding. Veel beter verbinden. Bruggen bouwen. Dus heb ik een mooie boodschap Peace. Aan alle moslim- en islamitische jongeren Kijk, die nu boos zijn. Vredesduif. En vrouwen. Koe, 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 koe.
Sorry. Met hoofddoek, niet kaap, wat dan ook. Kijk, alles kijk. Kan en mooi. En ook in deze moeilijke tijd. Turks want, pizza. Denk bijvoorbeeld aan nu ook Turkije. En niet te vergeten, want vaak denk ik alleen aan Turkije, ook Syrië. Heb ik gisteren iets opgenomen uit mijn hart. En dat wil ik graag laten zien. Dus voor jullie, de boze mensen. En waar nu al die verschrikkelijke dingen zijn gebeurd om samen te komen. Waiting out for a dream, black and white, to life, a multicolor. Polarized light, fast and open my eyes to the world. What the fuck is dit? It's for all the mensen. I see you lost in me like a lost memory that's appearing out of the blue. Misschien is het ook maar beter dat die mensen ons gewoon afschieten. Wat de fuck is dat? Dit is speciaal. Wat is speciaal, man? In het Engels. Ja. Voordat iedereen het dan meekijkt. Ja, omdat iedereen het meekijkt. Die mensen hebben ellende genoeg in hun leven. Dus het hele leven is er één bak oorlog en ellende. En wat geef jij aan ze? Ja, vergeet niet die aardbeving. Het is dus niet te verstaan. Multicolor. Multicolor. Oh. Multicolor. Mooi. Geef me nou nog even. Ja, geef me nog de kans. Die is toch verschrikkelijk. Kijk, nog wat speciaals. Oh, wat erg. Ja, jij zou ook eens wat doen voor de mensen. Mijn excuses. Ja, excuses. Nou, dat jij na dit nummer met de dood wil bedreigen, dat begrijp ik nog wel. Hoezo dat? Wat is het verschrikkelijk? Ja, nee, ja, wie helpt hier nou mee? Behalve dat je zelf weer anderhalve minuut in beeld bent geweest. Ik heb allemaal talkshows gezien met verbindende gedichten over allerlei ellende. En mensen die zongen voor de hoop en dansten voor de hoop. En dit was mijn lied voor de mensen thuis, voor hoop. En boze mensen, Turkije, Syrië, is ook Giro 555. Ook vandaag dat jij niet in het belpanel zit nu. Ik heb wel gestort. Oh, mooi. Maar goed, bij deze rel waren natuurlijk ook reacties van de mensen thuis. Kijk, en als je een rel hebt met islamitische mensen die boos zijn, zijn de commands natuurlijk. Godzame krakers. Levensgevaarlijk, maar dan komt hij. Dan gaan we naar de commands. En dan nu mensen, de commands. Come on, ça va. Kom. En dan reageert Floris Wijs en die zegt, laat mij hier in godsnaam buiten. Ja, ja. Floris is ook met de dood bedreigd. En dat vinden we heel vervelend. Ja. Als een soort collateral damage. Maar ja, hij heeft daarom besloten om nooit meer te komen. Maar dat heeft hij wel vaker. Ja. Alleen toen dacht ik, als die mensen zo boos zijn en die willen zich toch graag afreageren. Ja. Waarom niet op een dikke homo? Ja. Dus moet je Floris pakken als je echt kwaad bent. Wilt u echt van uw geld af voor iets leuks? Ja. Namelijk dat deze show mogelijk wordt gemaakt. Ga naar rollenpraat.backbeat.org. Ik zeg rollenpraat.backbeat.org. 5 euro'tjes per maand, zodat we dit kunnen maken. En ja. Omdat we jullie ook iets terug willen geven. Omdat we denken van ja, het is zo lief dat jullie dit mogelijk maken. Dan doen we ook een geste. En die geste is dat datgene wat we overhouden van de uitzending. Zo, hoepen de poep zit op de stoep. Op donderdag om 6 uur in je doosje wordt geworpen. Ja, lekker is dat. En wij hadden eigenlijk dat geld nooit nodig. Want ja, we werden altijd enorm gesteund door Emiraten en Saoedi-Arabië tot vorige uitzending. Ja, dat is jammer. Ja, die sturen altijd illegaal heel veel geld naar ons. Ja, de sheiks hebben hun oliedollars teruggetrokken. Dat is jammer. Ja, want je leest er wel eens dat die landen dan heel veel geld naar Nederland overmaken voor bepaalde bedrijven en instanties. Ja, maar meestal zijn dat niet instanties waar ons soort mensen onderdeel van maken. Huh. Maar meer mensen die... Nou ja. Ja. Dan gaan we direct naar, toch wel het nieuws van de week deze week. Want, het nieuws van de week. En dat was natuurlijk het statement van Peter Gillis op Instagram, Facebook, Twitter. Had het overal staan. De gehaktbal. Ja. De gehaktbal spreekt. Ja, en je zag het niet aankomen natuurlijk. Nee, dat zagen we niet aankomen. Ik vond een schok voor heel veel journalisten. Even die deur dicht doen. Voor heel veel journalisten in de landen die dus de BN'ertjes volgen, was het ook een schok. Ja. Peter Gillis, Oostappen, zet op Instagram beste vrienden en fans.
Ja, maar dat is het enige. Dat zijn wij. Ja, we zijn bij de... Loop niet goed af. Zijn wij de fans of de vrienden? Allebei, een beetje. Ja. In goede harmonie hebben Nicole en ik besloten uit elkaar te gaan. Loop niet goed af. Ja, vooral die goede harmonie. Dat, Ja, dat is topharmonie. Hij heeft er eerst een paar keer in elkaar getimmerd. Ja. En hij heeft nu, ze loopt nu te hoereren op TikTok. Ja. Voor een paar dubbeltjes. Want mevrouwtje is van het infuus afgekoppeld. Ja. Maar voor de rest, weet je, goede harmonie. Dat doen we op een vriendschappelijke manier. Want we hebben als maatjes nog veel plezier met elkaar. Je bent mijn maatje. Mijn gaatje. Wat doe je nou? Zo. Van die oksels scheten. Nee, maar kun jij ook niet dus? Nee. Oké. Okay. Heel goed. Maar voor ons beiden is het beter als we elk onze eigen weg inslaan. Ja, dat is niet zo gek, Gaakbal. Aangezien Nicoleke het worstenbroodsnolleke vragenvereniging dan de gemiddelde de hoer achter het station van Amersfoort Noord. Ja, laten we eerlijk zijn. Ja. Die vrouw, hoe vaak hebben we niet die vrouw met een andere kerel gezien? Kijk, en nu snap ik ook wel dat die Gaakbal niet meer met dat meisje deed. Ja. Dat snap ik ook nog wel. Maar kom op, hé. Pff, het vrienden uit elkaar. Maar dat maakt niet uit. In ieder geval, Petje, wij willen jou een hartstikke fijn vrijgezellenbestaan toewensen. Ja. Voor Nicoleke, het worstenbroodsnolleke, hoeven we dat niet. Want ja, die heeft denk ik al een emmer lul of acht sinds het uit is gehad. Hè? En ze is nu met de kapper. Een werkloze kapper, geloof ik. Ja, nee, ja, dat klopt. Peter kan nu als de bachelor op gaan treden. Ja, nou ja, het is vrij simpel, Peter. Het is niet de knappe man. Maar hij is wel heel rijk. Ja, dat maakt vaak veel. En dat maakt veel goed. Ja, Peter is dus nu even onzichtbaar. Maar waar Peter even verdwijnt, verschijnt Nicole meer en meer. Ja, uit de as van de, als een phoenix. Ja. Nicole is iedere dag inderdaad live op TikTok. En zoals je al zei, dan vraagt ze om geld. Ze bedelt. Ja, ze bedelt om geld. En heeft dan met haar nieuwe gesprek, Mikey Maaskant uit Schoonhoven, maakt ze dan mooie filmpjes. En dan heeft ze het over alles. Wereldproblematiek wordt besproken, zo ook wij. Die krijg ik ook echt vaak. Wat vind je van roddelpraat? Dat is gewoon een kutzender, ja. Ja. Kutzender. Dat mensen ook gewoon nog serieus doneren, zodat het programma kan blijven bestaan. Ja, echt waar, jongens. Boycott die shit. Die Dennis die zat toch aan een kleine. Ja, kleine kinderen. Ja, die Dennis zit aan kleine kinderen. Mensen betalen. Die moet dickpics sturen naar kleine kinderen, jongens. Naar gewoon 13, 14-jarige meisjes. Zo. Ja, en er komt toch wat boven deze week. Ja. Zoals jouw moeders voorkeur voor zwarte mannen stuur ik nu ook dickpics naar ladies van 13. Nou, dat zijn niet eens ladies. Die hebben nog zo'n grote rugzak op als ze naar school toe gaan. Ja. Kijk, ik heb er heel veel vragen. Ten eerste, hoe komt het dat Nicoleke, sinds ze vrijgezel is, eruit ziet als een crackhoer? Ja, die ziet er... Hoe kijkt die uit de ogen, joh? Nou, het schijnt dus, dat heb ik dus gewoon... Die zit aan de doop, toch? Aan de GHB. Aan de GHB. Nou, ja. Die zit zwaar aan de doop. Ja. Kan, is helemaal niet erg. Nou, deze jongen, ik weet niet wie het is, voor mij een afgekeurde kapper. Ja. Met een drankprobleem. Ja. Ja, die wil nu shine pakken. Dus ja. Die wordt nu beroemd. Op de TikTok van Nicole. Op de TikTok van de ex van Peter Gillis. Jezus Christus. Dan ben je diep gezonken, hè? Ja, dat is. Maar dat maakt even niet uit. Mijn grootste vraag. Waar staan die mensen? Wat is dit voor huisdiscotheek? Ja, maar dat is toch prachtig als je dat zeg maar... Eigenlijk, misschien kunnen wij nu ook even een DJ achter ons hebben daar. Ja. Want hoe mooi is het als je met die lichtjes? Ja, zodat er dan gewoon iemand achter je staat te draaien. Terwijl je een programmaatje opneemt. Ja. Ja. Want even, dat brengt even, oh nee, ze dansen ook helemaal niet. Nee. Ja, dat brengt wel extra sfeer. Zeker. En tegen de tijd dat de DJ bijna zijn hoogtepunt heeft behaald. Met zijn beats. Word jij beschuldigd van... het sturen van penisplaatjes na kinderen van 13 en 14. Ja. Als iets doorgaat voor laster en smaad, is het dit. Als jij nu een rechtszaak begint, win je die sowieso. Omdat dit per definitie laster en smaad is. Ja, of er moeten dan met bewijzen komen. Dan kunnen we beter de rechtszaak niet doen. Want we verliezen nog wel eens wat. Maar... Ja. Nou... Ja, wat ga je nee, doen? Ja, wat nee, ga je nee, doen? Ja, ik heb nieuws. Je lijkt godverdomme wel een ambulance. Ja, nee. Hè? Ja, nee, ja. Ja, nee. Nee. Ja. Roep maar scoop. Scoop. Ja. Volpak. Scoop. Scoop.
Ja, dat is inderdaad nog eens een echte scoop. Er is aangifte gedaan. Godverjezus! Ja, van ja, wat? Ja, lastig is, maat. Je hebt het goed aangekondigd. Oh. Nee, ja, maar kijk, weet je wat het is? Ik kan hier niet eens boos om worden, want het is gewoon zo dullig zit het in elkaar. Want het valt stil. Die DJ is aan het draaien. Het valt stil. Ze denkt, ja, dit is ook lullig. Er wordt niks meer gezegd nu. En dan zegt hij, ja, wij zitten ook altijd achter jonge kinderen aan. Ja, hij stuurt dickpics naar meisjes met dit. Ja, het is een beetje triest. Van zo'n treurigheid. Maar laten we eerlijk zijn, Nicoleke, die gaat eraan. We gaan Nicoleke slopen. We gaan Nicoleke juridisch slopen. En nu denk je, die zaak Smaat en Laster. En Laster en Smaat. Twee vingertjes in de neus gewonnen. Dat klopt. En niet alleen maar omdat dit, ja, dit is het. Dit is, hiervoor is Smaat en Laster, Laster en Smaat uitgevonden. Maar ook vanwege ons juridische team. Ja, ik zeg Jon Pieters en... God, ik ben die man zijn naam even kwijt. Prima. Jon Pieters en Arie Brink. Arie Brink, absoluut de wereldtopper. Bekend van de bagagedragenmoord in Snik. Ja. En ja, dan is er wat hier natuurlijk ook op gereageerd. We gaan naar de... zeg het maar. We zouden het schrappen. Kom ons. En dan nu mensen, de commands. Come on, Saba. Kom, zie, kom, zie, kom. En Peter Gillis, de bachelor, reageert met Nicole, je kleren en Gucci-tassen naar de kringloop en Coco naar de Chinees. Coco is stond. Oh, dat wist ik niet. Leuk. Nee, dat is racistisch. Oh ja. Alsof alle Chinese honden eten. Katten daartegen. Zijn ze gek. Dan gaan we door naar Glennis Grace. Want bekend is geworden waar en hoe zij haar taakstraf gaat doen. Kijk, Glennis Grace is natuurlijk veroordeeld voor 200 uur taakstraf naar oneenigheden in de Jumbo in de Jordaan te Amsterdam. Glennis mag nu op eigen verzoek haar taakstraf uitvoeren in het verzorgingstehuis waar haar vader overleed. Oh, de bekende... Ja. Mag ik wat vragen? Mag ik even wat vragen? Sinds wanneer? Maar goed, ik ben ook een keer veroordeeld, zoals je weet, voor geweldpleging. Omdat iemand mij aanviel, die gaf ik een beuk op zijn harses en toen kreeg ik de zwaarste straf die er bestond. Maar sinds wanneer bepaalt de dader waar hij het liefst de straf uit zit of loopt of doet? Ja, en normaal als je in verzorgingstehuis wil werken, moet je ook een VOG hebben. Ja, dat komt er niet in. Die hebben jullie allebei niet. Dus dan kom je er niet in. Nee, maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook niks met bejaarden. Nee? Ach, verschrikkelijke mensen. Oh, verschrikkelijke mensen. Wat is een VOG? Verklaring omtrent gedrag. Die krijgen ze niet meer? Nee. Maar nu wel. Want, dat heeft ze niet nodig. Omdat ze zelf tegen de rechter zei... Your Honor, I want to walk my straf in de verzorgingskliniek. Ja. Raar. Hoe gaat dat? En dan zegt... Er zit daar iemand. Een bejaarde. Die zit te eten met een lepeltje. Ja. Pap. Ja. En dan gaat Glennis niet snel genoeg. Hoe gaat dat dan? Hiya. Ouwe. Ja, misschien moet je even dooreten. Hè? Vreet even die pap door, weet je wel. Anders krijg je een klap van je smoel, weet je wel. Ja. Timmer ik even dat kunstgebied door de midden. Ongelooflijk, ouwe gek. Even normaal doen, ja. En trouwens, nu jij er zit... Heb je in je luier gezeken? Het stinkt hier als een tering. Moet even een beetje normaal doen, hè? Zoek een paar telefoontjes. Trap je even helemaal in elkaar, idioot. Ja. Hoe gaat dat? Hoe kan iemand die kinderen in elkaar beukt... zelf ervoor kiezen om broze bejaarden te gaan behandelen? Tegen al die bejaarden zijn... Doe voor normaal, man. Je kan er eentje krijgen. Je kunt er eentje krijgen. Zeg, ja, maar ik wil graag naar de wc. Hou je bek tegen mij, weet je wie ik ben? Weet je wel wie ik ben? Ik ben Glenda, weet je wel? Wereldberoemde zangeres, weet je wel? Zeik lekker in je broek, ouwe zeikert. En wie ook in het verzorgingstehuis gaat helpen is haar zoon. Niet? Ja. Ach, doe nou normaal. Ja. Daar is het enige gebeuren mee begonnen omdat hij stond te vaper in de supermarkt. Maar die gaat hij daar dan zitten doen? Ja, samen met moeders die bejaarden helpen. Dat kan toch niet? Ja. Niet? Ja. Ach, dus dat denkt de tering, joh. Ja, of is dat omdat je dan angst bent dat jouw moeder weer aantrekkingskracht vindt in de soort van Glennis gezien de huidskleur? Nee, die is niet donker. Oh, ja, oké. Okay.
Nee. En hij heeft heel pukkeltjes. Ja, nee, oh. Niet dat het zaad weer in het rond vliegt. Nee, dat gaat niet gebeuren. Nee, maar ik ben wel aan het nadenken. Hè. Stel dat je zit daar zo als Eggehoorn en ineens komt Glennis en dan zomer binnen. Je zit daar als zoon of dochter van je ouders en die zie je dat hun met je ouders aan het show gaan. Nee, maar ik had het echt serieus niet geaccepteerd. Daarbij, het is toch heel raar dat bejaarden worden misbruikt voor hun taakstraf. Laat die teringleiders lekker in de Jordaan waar ze vandaan komen, waar iedereen een schurftekel aan die mensen heeft. Laat die lekker schoon gaan prikken. Gewoon geel jasje aan, lekker vuilnis prikken. Gewoon 100 vuilniszakken per dag. En anders moet je een dag extra. Hoe zou die zorgen voor Gladys met die bejaarden? Wat kan hij met hun doen? Ja, bedreigen. Bedreigen, overvallen. Ja, overvallen dat hij die kamertjes leegrolt. Ik zweer het je, ik denk dat hij de gouden tanden gaat die mensen hun bek trekken. Ja. Dus, wat is dat nou toch? Ja. Hij zegt, geef me geld man, geef me geld. Geef me geld. Ja, want vaak hebben die ouderen €50 of zo op de kamer liggen. Ja, in het laadje. Ja, in het laadje. Hey, al die laadjes. Al die laadjes. Ja, en al die mensen zeggen, geen sieraden meer aan hun lijf. Gaan we het al uit hun bek. Ja. Alles verkocht. Ja, Anthony. Anthony, ja. Nee, ja, ik begrijp onbegrijpelijk. Maar ja, goed, als je nou denkt, nou ja, dat zal allemaal wel niet zo'n vaat lopen. Nou, er zijn nog beelden van Glennis in de verzorgingstehuis waar haar vader overleed. Ach, dat was toch schandalig. Ja, en dat nemen we u even mee naar hoe dat destijds ging. Oké, Daantje, we gaan weer. Doe je rustig? Je kan niet veel. Anders, dan rustig doen. Wie is dat? Wat ben jij? Kijk. Hey man. Ja, maar let op, je bent dus de hele dag jezelf aan het filmen. Want je denkt op een gegeven moment, ja, dat zingen wordt niks. Ik ga een vlogcarrière beginnen. Dan ga je dus naar je stervende vader. Dan ga je daar dus voor staan. En dan zeg je, hey, doe je rustig. Nou, je kan niks anders doen dan rustig liggen. Dan ligt die vent, die ligt daar zo. Lijkt ook nog op hem, zie je. In dat bed. Ja, dat was een leuk grap toen, hè? Ja, maar ik ben niet bedreigd door zowel stervende bejaarden niet als People of Color. Nee? Nee, niet bedreigd. Dat valt mee. Nee, ik ben blij dat niet een je weet wel is. Ja. Dan was ik nu, had ik niet meer geleefd. Ja, nee, ja. Ingrijpen. Met die tieten, die zijn plak en die zijn nat. Leg maar neer dan. Goed, we kunnen weer verder met ik heb even mijn borsten laten weghalen. Wat heel normaal is, hè? Want tegenwoordig laten heel veel vrouwen hun borsten weghalen. En dan noemen ze zichzelf Joop. Ja. Ja. Of Jan. Modern stukje dit. Ja. Laat gaan. Overigens iets anders, hè? Op het begin van deze uitzending. Ik keek terug. Dus zag ik ooit dat jij wel een mooi gesprek hebt gehad met dat soort mensen. Met een nieuwe maan. Met een vrouw die gesluit was. Dus zet dat maar niet aan. Want dan word ik weer... Was dat geen sterk stukje? Nou, voor mij wel, maar dat levert weer een half jaar doodsbedreiging ik op. Ik was vooral fan van Trudy die er toen bij aan tafel zat. Trudy de VMBO-leraar. Ja. Goh, die is slecht, joh. Achtelijk, wij was dat. Wat was dat? Wat was de reden dat je daar zat? Ja, uitgenodigd. Maar de nieuwe maan. Nee, maar om daar nog even op terug te komen. Dat meisje, die had dus een boerka aan. Ja. Was dat een meisje of een vrouw? Ja, vrouw. En die vond dat ik dus respectloos was. Hoe oud was die vrouw nou ongeveer? Ja, dat kan je toch niet zien? Ja, je hebt wel helemaal in een brievenbus. Maar die vond het mij respectloos, terwijl ze mij geen hand wilde geven. Maar ik heb trouwens ook heel veel berichten gekregen, tussen de doodsbedreiging in, dat ik respectloos ben voor vrouwen. En dan in dezelfde zin zeiden ze dat mijn moeder een hoer was en dat ze mijn dochter gingen verkrachten. Hmm. Dan denk ik, ja, vind ik ook niet heel respectvol. Hé, hey, maar die vrouw aan tafel, want ze had wel een glas water voor zich staan, hè? Ja, dan mogen ze wel drinken, een glas Hoe water. Hoe gaat dat dan? Wat? Ja, nou ja, nou zo. Klok. Nee, maar je hebt toch daar geen opening? Je hebt toch alleen de kier? Ja, dat via hun ogen drinken die. Ja, ja. Dat nee, daar hebben ze een klepje voor. Oh, dat is wel een apart klepje voor. Ja, een klepje. Oké. Nou, ik vond een mooi gesprek, wou ik alleen zeggen. Dankjewel. Ja. Goed, ook hier hebben we een reactie op. En dan gaan we weer naar de... Ja, we zijn alweer bijna doorheen vandaag betreffende de commands. Nee, maar we hebben bijna 4 minuten aan commands. Ja, maar vorige week heb jij lopen gieren om die commands, hè? Nee, maar er was 1 leuke bij. Maar alleen de bumpertjes van de commands duren al een half uur. Ja. Ja, dan heb je er nu al 4 gehad. De commands! En dan nu mensen, de commands! Come on, ça va. Kom. En officier der pers reageert. Het OM heeft gekozen voor ouderenwassen in een Bijlmerflat.
pers durft daar toch niet meer te komen. Anderen trouwens ook niet. Dus het leek ons een win-win. Ja, dit is de reden waarom ik zeg stoppen met de rubriek. Dan... ik ga heel even hoesten, want ik zit een beetje... ik ga bijna dood. Ja, hallo, ik heb nog steeds longontsteking, hè, paardenlul. Ja, ja, ja. Ik krijg nooit een complimentje van jou dat ik hier in ieder geval nog zit. We wachten ervoor. Hè? Ja, dat lucht op, hè. Ja, maar je kan toch ook zeggen wat knap dat je hier zit? Ja, vind ik fijn. Nee, ja, dat zeg je dus niet. Vind ik fijn. Anders had ik Paul Cliteur achter de hand. Paul Cliteur, je kut. Oh, Paul Cliteur. Paul had er heel veel zin in. Ja, die wou ook graag. Paul is heel serieus. Ja, hij is Paul. Dat is een hoogleraar. Ja. Dat is een hele serieuze man. Ja. Oh ja. Kun jij vragen of Paul hier volgende week wil zijn? Ja, ja, die ken ik wel. Ja, leuk, leuk. Ja, ja. Ja, de dansleraar die gaat uitleggen hoe de wereld draait. Eigenlijk hadden we die Turk-uitzending met Willem Engel moeten doen. En ik gewoon helemaal niks vragen over zijn ding, maar gewoon alleen dansen met Willem. Weet je wat ik heel eng vind? Doreen, die vrouw van hem. Zijn vrouw, die was vroeger dus een lekker wijf. En dat is een helemaal doorgedraaide muts. Die zit in alles een complot. Ja. En dat is Doreen. En die verdedigt hem ook in alles. Maar ik vind het een hele enge vrouw. Maar had hij het over dat Turkije en Syrië, dat het eigenlijk allemaal niet echt was? Dat het in een scène was gezet, ja. Ja. Ja, om de aandacht van corona weg te halen. Ja. Als Willem doodgaat, dan denk ik dat alleen Doreen huilt. En ik vind het dan goed als Willem begraven wordt, dat je Doreen ook dat gat ineens schopt en dan je de boel dichtgooit. Echt, ik kan het. Maar er zijn echt wel serieuze grote problemen aan de hand en er zijn ook gewoon complotten. Theorieën zijn ook complotpraktijken, maar deze mensen maken er... En daarom worden ze ook zo opgepakt door de media. Die maken er zo'n zootje van, dat je denkt van nou laat ik maar niet meedoen met die complotbullshit, want dan hoor ik bij hun in het kamp. Stel nou, u bent nu heel boos, ik heb ooit met Willem gedanst. Of vond je dat geen geschikt stukje? Nee. Doreen, ja, waarschijnlijk komt Willem dan ook direct weer met zijn advocaat hier naartoe. Laat maar komen, jullie idioot. Kijk, één voordeel, Willem ligt nog slechter bij de rechters dan wij. Ja. Ja, echt. Dus wij kunnen, zelfs van Willem kunnen wij rechtszaak binnen. Ja. Ja. Ja, flikker op. Ja, ja. Nou ja, goed. We gaan naar de Passion. Ja, je raadt het nooit, maar weet je wie Jezus speelt? Ja, Willem. En een engel? Ja. Snap je hem? Engel, Jezus, de Passion. Nee. Ja, nou ja, laat hangen. Maar Jezus was toch geen engel? Ja. Ja, dan was hij niet zo goed. Heeft je vader ook niet met kerst een keer dronken het verhaal doorgenomen met je? Nee. Jij denkt dat Jezus een engel was? Ja, nee, ja. Laat gaan. Ja. Nou ja, The Passion vorig jaar was natuurlijk een groot succes in Doetinchem. Toen heb ik het van dichtbij mogen meemaken. Nou, ik zou je vertellen, ik vond er vorig jaar geen reet aan, maar er was één enorm hoogtepuntje, dat was Barbas. Ja, mijn Minute of Fame was dat. Jij deed het prachtig. Ja. En het mooie was van Dennis als Barbas, is dat hij zich niet helemaal aan zijn rol hield. Hij had improvisatie. En dat zijn de grootste, dames en heren. Ja. Dat zijn de grootste die zich niet heel... Weet je wie ook heel erg daarvan was? James Dean. Die hield zich ook niet aan het script. Ja. Een van de grootste. Ja, ik werd ook na de tijd vergeleken met James Dean. Ja. Nu weet ik het weer, want het eerste wat door mij doorging, toen ze vertelde dat ik op James Dean leek. Nou? Wie is James Dean? Ja. Ja, ik had geen flauw idee. Hebben ze dat gezegd? Ja, maar ja. Niet. Nee. Ze hebben jou toch niet vergeleken met James Dean? Nee, ik weet niet wie James Dean is. Nee, snap ik. Ja, wie is James Dean? Zal wel een acteur zijn. Oké, zeker. Amerikaans acteur. Ja. En was een van de allergrootste culthelden. En toen reed hij zichzelf dood in de auto. Ja, kan gebeuren. Ja. Ja. Met een bolletje op? Nee. Niet met een borreltje op. Nee, ja. Maar die stond bekend om dat hij zich niet aan het script hield. Maar graag lekker vrij was. Ja. Zoals jij bij The Passion. Ja. God, ja. Dat haar. Ja. Ah, ja, goed, dan nu de echte namen. Jezus is Sinan Oroglu. Wie is Sinan Oroglu? Ja, die ken ik ook niet. Is ook jammer dat er verder niet... En hoe lang woont Sinan Oroglu al in Nederland?
Is dat weer een Syrische vluchteling die ze ergens bij hebben getrokken? Het zou goed kunnen. Dat is leuk. Ja. Dat is leuk. En die hebben natuurlijk... Sinanoroglu. Nog nooit van gehoord. Respect naar Turkije, ook naar Syrië. Ja. Ja. Giro 555. Ja. Hebben we het toch gezegd. Ja, en gestort. Ik al. Heb jij ook al gestort? Nee, ik niet. Maar ik vind het altijd wel mooi dat als er een goede doel in actie is, is het niet Oekraïne of Giro 555, dat jij toch altijd overal wel goed duidelijk maakt dat jij iets hebt gedaan. Ja. Heb jij niet voor Oekraïne toen in de Action allemaal dingen verzameld? Zeker. Ja. Ik heb EHBO tasjes verzameld. Ja. En toen zeiden ze op een gegeven moment dat ik dat gejat had. Nee, jij had die in het karretje gelegd. Ja. Jij had toen in jouw mandje allemaal van die dingen gedaan. Een foto gemaakt van dat je dat in een mandje had. En toen heb je dat mandje de winkel laten staan. En toen ben je weggegaan. Dat werd gezegd. Ja, dat werd gezegd, ja. Ja, dat werd gezegd, ja. Ja, niet leuk als je wat wil doen. Ja, nee. Dus toen dacht ik, zoek het dan ook maar uit ook. Ik heb daarna nooit meer wat gedaan. Voor ik ben gewoon eerlijk, ik heb niks gedaan. Maar ik heb niet zoiets gedaan. Ja, ik heb heel veel geld gestort naar Giro 55. Ja, heel veel geld. Ja. Ja, dat vind ik super. Wil je ook bekendmaken hoeveel? Nee, maar het is echt een getal met heel veel cijfers. Misschien ook wel mooi om te vertellen, toen bij New Orleans, die orkaan. Ja. Dat was de eerste. Zandzak heb ik gisteren gezien. Ja. Ja. Ja, dat was een van de eerste. Ja. Watersnoodramp, 53. Ja. Zeeland. Ik heb alleen gehoord dat jij rond het jaar 2000, heb ik gehoord van penningsmeester FHM Schouten bij de vuurwerkramp, bleef jij wat achter. Ja. Ja. Maar dat zag ik niet als iets heel per definitie. Ik zag het niet als een ramp. Nee, hoe zag jij dat dan? Als vuurwerk. Ja. Ik kan niet meer in het gebied ook komen nu, hè? Nee. Heerlijk. Nee. Ja. Ik heb zo langzamerhand ben ik gewoon lekker in mijn onderruiken adresje opgesloten. Ja. Ja. Prima. Dan gaan we naar Maria. Die speelt natuurlijk ook een belangrijke rol. Maria? Ja, dat is de moeder van Jezus. Oh ja, ja, ja. Ja. Dat was een hoer, hè, weet je dat? Ja, ja. Laat dat vrouw Maria vinden. Magdalena. Ja. Dat was een sloerie. Ja, maar dat hoeft niet meer. Of is dat dan weer een andere Maria? Ja, want nee. Ja, ik weet het niet meer. Er waren volgens mij twee Maria's. Dat is Maria die dus op dat ezel onbevlekt ontvangen. Nou, die had zich wel een vol... Ja, oké, okay, ga door. Maria. En Maria is Marlijn Weerdenburg. En God mag weten wie dat is. En dat zal haast wel, want dat is toch de vrouw van Jozef. Ja, dus God zal inderdaad weten. Dus God zal dat wel weten. Dan. Ja. Maria Magdalena, dat was de hoer. Maar, ja. Ja, ja. En dan hebben ze ook wel de goede scout gedaan. Want Maria van Jozef, daar is Marlijn Weerdenburg. Hmm. Een beetje saaie vrouw. Ja. En dan Maria Magdalena, dat was echt een spuitsnol. Ja. En daar hebben ze dan precies Bertie Weringa voor weten te vinden. En Bertie is bekend van? Bertie is bekend van de amateur gangbangs in Sekshuis Angela. Ja. Op de tweede zondag van de maand. Ja? Ja. Ja, het zegt mij helemaal niks. Bertie. Maar dit is ook Bertie, weer... die heeft liever een lul dan een koekje gehoord, Bertie. Absoluut, maar dat is ook weer een vrouw van niks. Althans, qua BN'er-status. Nee, die kennen we ook niet. Nee. Maar dan, hè, dan nu komt de echte BN'er. De verslaggever, dat is kennelijk dan nieuw. Dat is Anita Witsier. Ja, Anita Witsier, die kennen we allemaal wel. Maar de verslaggever? Ja, dus nu met een verslaggever. Oh, vorig jaar was het toch natuurlijk dat al die Oekraïense kindertjes toen liepen in zo'n optocht. En die werden geïnterviewd tijdens die optocht. Ik heb er niet gekeken. Ja. Nou, dat zal dit jaar wel iets zijn met de Turkse en Syrische mensen. Want het moet altijd iets... Ja, iets met een ramp zijn. Dus waar jij dan vaak veel geld naar hebt gestuurd. Veel geld. Ja. Anita Witsier zelf is ook een ramp. Ik vind het verschrikkelijk wijf. Ja. Wat een teringwijf vind ik dat, zeg. Die is zogenaamd leuk. Die zijn maar niet leuk. Maar ken je Anita Witsier? Wat een ongelooflijk teringwijf is dat. Verschrikkelijk teringwijf. Ik zou je vertellen, als Anita Witsier oversteekt over het zebrapad, Jantje komt aanrijden, het enige wat ik doe is mijn ruitenwissers aan. Wat een typisch wijf is dat, zeg. Verschrikkelijk teringwijf. Echt, ik heb zo'n bloed, ongelooflijk bloedschurft. Als ik Anita Witsier zie... Het komt gewoon omhoog. Wat een vieze tieve wijf is dat, zeg. Verschrikkelijk nawijf. Ja. Wil je weten waarom ik dat vind? Nou. Nou, ik zit dus in de auto. Pri gaat de telefoon. Hallo, met Angela van KRO NCRV. Nou, dat valt mijn lul al bijna uit mijn pijp. Je moet KRO NCRV voor mij. Ik ben de redactrice van het programma Reunie. Reunie. De reunie, ja. Ja, dat je met klasgenoot... Ben jij daardoor gebeld?
Dat vertel ik toch net? Oké, ja, sorry. Ik zeg, ja, wat is er? Nou, we gaan met jouw klas iets doen. Wil je ook komen? Ik zeg, nou, nee. Want ik ken het allemaal. Dat is allemaal dan is het allemaal negatief en vervelend. Zit mijn meisje naast me. Nou, ik ken het allemaal wel. Die zegt, doe dan maar wel. Dan kom je een keer positief in het nieuws. Ik zeg, joh, laat me zitten. Zit dan die klerenlijst van de mainstream media. Dan, je kent het allemaal. Doe dan maar wel. Was dat jouw vorige vrouw of je huidige vriendin? Huidige vriendin. Ja. Ik zit dus op een gegeven moment bij die opnames in die klas. Je hebt wel gedaan. Ja. Kom dat teringwijf aangelopen. Anita. Anita Wiets hier. En die zegt dus, heeft iemand nog negatieve verhalen over Jan Roos? Ja. Dat is nog in geen één opname ooit gezegd. Er is nog nooit gezegd, heeft iemand nog iets kuts te vertellen over onze hoofdgast? Ja. Nee, jij was de hoofdgast. Ja, dat is de enige bekende dan. Maar het is dan geen programma van niks. Mijn oma keek altijd. Nee, nou ja. Dus, nou ja, mijn klasgenoten, iedereen stil, zegt op een gegeven moment, heeft echt iemand geen negatieve ervaring met Jan gehad? Dus ik zeg op een gegeven moment, ik zeg, wijfje, waar ben je nou op zoek naar? Ja. We waren gewoon jonge mensen, we zaten met elkaar op de BSG. Zo'n leuke school in het Bos van Bergen. Ja. En we hadden lollig, ja, en ik had een grote mond, ik maak grapjes. Ja. Maar wat wil je? Nou, heeft echt niemand een negatief verhaal over Jan? Nee. Dat is toch raar, dat is toch helemaal geen, zo maak je dan niet je programma, of wel? Maar had je in de klas geen rechtse praatjes? Nou ja, toen nog niet, want ik woon in Bergen, er wonen alleen maar blanken. Ja. Enfin, dus op een gegeven moment, na de vijfde keer, heeft echt niemand een negatief verhaal van Jan. Zie ik zo, vinger omhoog gaan. Ja. Zo'n lelijk wijf, weet je wel. Die op de 40ste al een beetje pafferig, helemaal grijs haar. Dat je ook denkt, je kan het ook verven. Niet opgemaakt. Die steekt de vinger in. Ja, die staat bij jou in de klas, jij kent haar. Hè? Die, ja, jij kent haar, staat bij jou in de klas. Ja, dat weet ik. Dat weet ik toch, dat weet je toch het programma. Ja. En die zegt, nou, ik kan me nog wel herinneren. Was ik een jaar of 15. En toen heeft hij mij ooit bij mijn borst gegrepen. Jo. Ja. Ja. Dat verhaal weer. Ik zeg, waar komt dit nou opeens vandaan? Ik zeg, ja, nou, dat, toen zat je achter me. En toen zat je aan mijn borst. Ja. Ik zeg, dat is 25 jaar geleden. Wij. Vanuit achtergreep jij? Ja. Ik zeg, dat is 25 jaar geleden. Weet ik toch allemaal niet meer. Ik zeg, was ik 15. Dan kan je mijn auto niet op aanvallen. En die vuile, vieze, smerige Anita Witsier. Dat gore dier. Die dacht, hebbes. Die zei, zo, nou. Dus was er vroeger bij met de MeToo. Dus Jan, jij ramde vroeger meisjes aan op school. Ik zeg, ja, de kleren, zeg, kijk de pleuris. Toen heb ik uiteindelijk, was het programma afgelopen. Toen kwamen ze aan, dan moest je tekenen voor uitzending. Ik heb hem niet getekend. Ja, nou, dat is wel een beetje kinderachtig. Oh, dat is een beetje kinderachtig. Ja, nou, ja. Ik heb niet getekend. Ik zeg, flikker maar op. Ik kwam de regisseur. Wat is er aan de hand? Ik zeg, flikker op met een tyfuswijf. Met daar heeft iemand nog een negatief verhaal. En dan gaat een of andere linkse vaginisme. Die begint op een gegeven moment de oude hoer. Dat ik vroeger de tientje heb aangeraakt toen ik 15 was. Ah, tering. Ik teken niet. Nou, toen hebben ze eruit geknipt. Nou ja, dat was het. Maar je hebt wel de reunie gezeten. Ja, daar moeten beelden van zijn. Dat vertel ik je toch net? Ja, natuurlijk zijn er beelden van. Ja, nou, interessant. Heel Nederland zit voor de buis. Ja. Ah, niemand kijkt eigenlijk. Maar had je aan die tiet gezeten? Weet ik veel, dat zal toch wel. Ja? Dat zal vast wel, ja. Toen was dat nog normaal, dan mocht je nog aan tieten zitten. En trouwens, vroeger hadden die meiden ook helemaal niet echt grote tieten. In de brugklas. Als ik nu mijn zoontjes ga bekijken in de brugklas. Die zitten met meiden in de klas. Die lopen bijna in Sheratel. Ze hebben zulke ballen. Ja. Toen ik in de brugklas zat, zag het verschil tussen jongen en meisje zag je niet. Nee, dat kan ik over. Ja, een meisje had lang haar. Ja. Nou. Dat was het dan. Ja. Nou ja, heftig verhaal betreffende Anita Witsier. Even een persoonlijk puntje waar ik maken. Ja, ja, nou. Ja. Volgende week hoort u hier de mening over van Pokje. Ja. Begin er maar niet over Paul Kruteur. Ik kan er allemaal uitknippen. Misschien maar op. Ik moet pissen. Ja, ik weet waar ik naartoe wil. Jan en Dennis doen dingen. Komende zondag, als u donateur bent, kunt u het altijd nog worden als u het niet bent. Wat gaan we doen eigenlijk komende zondag? Vloggen. Vloggen? Met Gio. Met Gio. Gio Latoy. Toen was hij nog maar Jan Anna. Ja. Was hij, nou, toen, dat is zo oud. Was hij toen niet met Jultje?
Het was nog in zijn pukkelperiode. Ja, het is wel heel lang geleden. Nee, hij was toen met Jarana. Nee. Nog niet zo heel lang geleden opgenomen. Nee, het is niet zo heel lang geleden opgenomen. Maar Jan en Dennis van Dingen vloggen met Gio. Ja. Hartstikke leuk. Wil je dat ook zien, overigens? Omdat Dennis wil het niet meer op de reguliere uitzendingen. Nee, ik hij schaamt zich ervoor. Dan gooien we dat ook wel naar de donateurs. Dat kan op roddelpraat.backme.org. Roddelpraat.backme.org. Om dit programma te steunen. Dan krijgen we een geste terug. Krijgt u dus donderdag de extra. En zondag Jan en Dennis de Dingen met Gio. Maar Jast, heb jij een oude vriend van jou aan de telefoon gehad? Die lange circus, die moet ik er ook uitknippen. Waarom? Dat is vervelend, vind ik dat. Ik vind die lange zekers juist heel leuk. Nou, nee, vind ik niks. Maar je hebt een oude vriend de telefoon gehad. Vertel. Wie heb ik aan de telefoon gehad? Ja! Ja! Nee. Dan moeten we dat blokje... Ja, dan is al iedereen weg. Maar kan. We doen dat niet meer, het blokje? Nee, maar dan zie je als het blokje komt, dan gaat het zo. Ik zou graag willen, omdat het een oude vriend was, dat jullie blijven hangen. Dus niet weg schakelen. Door het blokje. Ja? Ja, mag. Het is tijd voor het... Rira, rira, roo, 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 rira, rira. Blijf hangen. Roo, roo, rira, rira. Niet wegzeppen. Roo, 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 roo. Niet uitklikken. Roo, 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 roo. Reclameblokje. En nog steeds blijf hangen. Ik denk dat er nu net zoveel mensen hangen als die jouw boek Crisis ooit hebben gekocht. Wil je mijn boek Crisis kopen? Zoek het even op Google. Dat was een fantastisch boek. Saskia staat op de achterkant. Ik zal je wat vertellen over mijn boek Crisis. Daar voorspel ik dus een enorme crisis in Europa. Alles komt uit. Gaat het niet over. Het gaat even over... Dat is een roman. Dus er is niks romantisch aan. Nou ja, prima. Prima. Wouters Witgoed. Onze oude vriend. Het allerbeste witgoed van Nederland. Ze zitten in! Schagen, Alkmaar en Wormerveer. Er waren er toch vier? Nee, waren er drie. En dan zei hij iedere keer, waren er toch vier? En dan zei je later, je had gelijk, waren er drie. Het waren er drie. Wouters Witgoed voor uw allerbeste witgoed. Nieuw witgoed, oud witgoed, tweedehands witgoed. Perfect witgoed. U kunt ook uw witgoed kunnen laten maken bij Wouters Witgoed. Namelijk van Wouters Witgoed. Enfin, daar komt... Wat heet die man, Wouter of Wouters met de achternaam? Hè? Nou, hij kan Wouter met voornaam hebben, maar hij kan ook een achternaam hebben die Wouters is. Nee, hij heet Wouter, apostrof S, ja. Witgoed. Dus Wouters en Witgoed. Ja, hij heet Wouter met voornaam. Hij heet geen Wouters als achternaam. Hij kan bijvoorbeeld ook Jan Wouters heten. Nee, dat is een voetballer. Nee, precies. En dit is iemand die in Witgoed zit. Met voornaam. Die heet met voornaam daar Wouter. Daar gaat het toch helemaal niet over. Ja, nou, in ieder geval, Wouters Witgoed. En Wout Witgoed heeft een gigantische, prachtige en mooie en ook enorme aanbieding voor roddelplaatklanten, roddelplaatkijkers en roddelplaatliefhebbers. Namelijk 5% korting op nieuwe producten. En dat is een record, want we hebben nog nooit zo'n lage kortingspercentage weggegeven. Nieuwe producten, dat is toch prachtig. Ja. Dat is de code roddelplaat5 aan elkaar. Wouter, ik vind het... Treurig, nee, wacht nou, als jij nou een fornuis voor 10.000 euro koopt, dus 5% is, hoeveel is 5% van 10.000 euro? Dat is 500 euro. Nou. Ja, nou ja, dat is niet... Pak in. Dat duurt 2 weken lang. Na deze uitzending kan je 2 weken lang alles bij Wouters Witgoed bestellen met de code ROLLEPLAAT5. En op de tweedehands spulletjes, in de winkels, 10% korting als je roddelpraat noemt. Ja. Ja, dat is toch prachtig. Dus dan ga je naar de winkel en zeg je roddelpraat, krijg je 10% korting op de tweedehands spullen. En jouw oude koelkast staat daar nu, als het goed is. Mijn oude koelkast. Ja, je hebt daar onlangs koelkast in gegeld. Dus kunt u de oude koelkast van Jan krijgen. Heb ik een koelkast niet meer? Ja, dacht ik. Nee? Anders kon je ook gewoon meedoen alsof het zo was. Oh, ja, je kan mijn oude koelkast daar vinden. En dan hebben ze ook nog iemand, dat heet Botje Bram. Botje Bram, dit is Botje Bram, zie je op de achtergrond. En Botje Bram, kijk, wat voor avontuur, is allemaal leuk. Als je nog vragen hebt over verkoop, inkoop of reparatie, kun je 24 uur per dag via wouterswitgoed.nl met Botje Bram overleggen. En dan kan je het ook nog hebben over de kortingen. En dat je misschien 5% korting wat mild vindt. Ja. Maar
Ja, laten we dan geen ruzie maken met onze enige adverteerder. Nee, precies. En het dus 5% is ook 5%. Daar krijgt u wel automatisch antwoord. Dus als u ook denkt na deze uitzending, ik wil de jongens weer bedreigen, kunt u dat ook met Bram oppakken. Want die reageert wel. Ja, dus als je denkt, ik ben boos op Dennis of Jan, ja, stuur je bericht naar Bram Bot. Ja. Bot Bram. Ja. Mooi. Opgelost. Nou, hartstikke leuk. Hebben we ook fijn dat u bent blijven hangen. En koop uw broodrooster, wasmachine en vrieskist bij Wouter Zwitgoed. En dan wil ik u bedanken voor het kijken naar deze uitzending. Ja, de uitzending was, was een moeilijke week. Moeilijke week met veel... Was het nou weer een moeilijke uitzending? Elke uitzending roep je dat het een moeilijke uitzending was. Nee, ik zeg dat het een moeilijke week was. Hoezo was het een moeilijke week? Omdat jij iedere keer bang was dat in Pakistan iemand een oproep deed. Het was een zware week. Maar goed, we zijn er nog. En het was een gemakkelijke uitzending. Vond je niet? Ik vond het een moeilijke uitzending. Ja, vond het ook een moeilijke uitzending. Ik vond het een makkelijke week, maar ik vond het een moeilijke uitzending. Oh ja, nou ja, zo zie je. Laten we eerlijk zijn. Het zou leuk zijn als we elkaar allemaal een beetje in leven zouden laten. Dus mocht je mijn grapjes niet zo heel erg leuk vinden, dan kan je mij ook een DM'tje sturen en zeggen, vond je grapjes niet zo leuk? Ja. In plaats van dat ik dood moet en mijn moeder een hoer is en mijn dochter... verkracht moet worden. Ja, want u weet, ik heb het voor u gezongen. Multicolor. Hè? Ja. En als het helemaal misgaat met roddelpraat en we zijn ridder te voet, kun jij misschien bij een printshop gaan werken? Want? Nou, als dan mensen vragen van... heeft u alleen zwart-wit kopieerapparaat, zeg je... Multicolor. Terwijl het zo'n politieke boodschap was. Sorry. Ja. God groet u. Dank u wel. Alleen God, hè? Dus dat is niet die andere waar die mensen dan boos om worden. Nee. Het is maar zijn God, niet jullie God. Nee. God zal me kraken.